Goedemiddag, Ruud. Goedemiddag. Is dit je moeilijkste persconferentie van het seizoen? Ja, ligt aan de vragen, maar ik snap wat je bedoelt. Nou, jij gaat waarschijnlijk zeggen dat het nog kan, terwijl de media ADO dood en begraven heeft. Ja, natuurlijk moet ik ook... gaf ik de laatste na de wedstrijd al aan, de realiteit. En zo moet je ook kijken. Tegelijkertijd moet je ook geloof blijven houden in 4 wedstrijden. Maar het is natuurlijk wel een hard gelach dat we de vorige wedstrijd niet hebben gewonnen. En dat merk je ook in de groep. Maar goed, van opgeven, je moet altijd strijdbaar blijven en je moet niet opgeven. Dus dan kan het wel eens anders overkomen. Wat je zegt, media geeft aan, het is al dood en begraven. Als je de jongens ziet trainen, dan hoop ik dat ze die vertaalslag kunnen maken naar de wedstrijd toe. Eigenlijk kan je het niet goed doen, want als je de handdoek gooit, zeggen ze, wat is dit nou? Je hebt nog 4 wedstrijden en als je op de barricade springt, die gaat zeggen, het gaat ons nog lukken, dan denken ze, die is niet goed. Nee, dat klopt. Maar daarom zeg ik, heb er wel geloof in. Je moet altijd strijdbaar blijven en wat het resultaat ook gaat brengen. En ja, goed, ik ben ook wel redelijk realistisch. We hadden alle vertrouwen in om die laatste wedstrijd te winnen. Ik denk dat we behoorlijk deden eerst zelf, maar daar schiet je niks mee op. Je hebt 0 punten. En nu moet je richten op een topclub. En dan moet je er alles aan doen om hun te verslaan. En ja, je moet ook niet hele rare dingen gaan roepen. Dat heb ik trouwens ook nooit gedaan. Dus realistisch blijven en strijdbaar blijven om van Feyenoord te winnen. Ben je naar Fortuna spelers kwijtgeraakt? En dan doe ik op het geloof dat het nog gaat lukken? Afgaande op deze training? Nee, deze training niet. Nee, dat niet. Het heeft wel even een aanloop gehad, omdat de teleurstelling natuurlijk groot was. Zeker gezien het spelbeeld moet je daar ook naar kijken, maar dan is de teleurstelling groot. Maar als je de laatste trainingen bekijkt, zo moet je in een wedstrijd ook ingaan. Alleen, we moeten ook kunnen omgaan met wat we al een tijdje hebben, heel veel tegenslagen. En dat maakt het, wat jij zegt, zwaarder. Neem je dat ook mee naar huis, persoonlijk? Nee. Slaaploze nachten, piekeren? Nee, je bent wel bezig constant. Maar dat was ik voorheen ook. Je bent wel constant bezig met de club. Je bent constant bezig met het team. Wie hebben we? De trainingen. Op wat voor manier gaan we dat weer oppakken met z'n allen? Nee, het is niet zo dat ik slapeloze nachten heb. Ik had liever anders gezien. Laat het duidelijk zijn. Hè? Maar het is niet dat ik er erg wakker van lig. Nou, je probeert toch iets buiten de deur te houden, wat steeds harder op die deur begint te rammen. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat wel maalt als je de auto naar huis rijdt. Dat speelt ook wel door, want natuurlijk heb je het er ook. Komt dat thuis ook wel binnen, dat is ook logisch. Ik geloof dat we voor het eerst publiek hadden, supporters hadden. Nou, dan komt er ook wat familie mee, zo werkt dat. Ja, die zien het ook liever anders. En die zijn ook heel fanatiek, waar dan ook. En die nemen dat ook met zich mee. Dat is ook wel weer waar, maar je moet ook professioneel blijven en zeggen, oké, tot het einde moet je blijven gaan, moet je strijdbaar blijven, ook met het team wie je dan ook hebt. En dat probeer je ook hier met name met z'n allen over te hebben. Het heeft niet zoveel zin als ik tegen mijn hond begin te praten, want die blaft alleen maar die zegt niet veel terug. Kan je wel je hart luchten? Ja, maar ik hoef mijn hart niet te luchten. Ik hou het liever bij de feiten en ik hou het liever bij de toekomstige tegenstander weer en bij het team natuurlijk. Wie hebben we, wat ik al zei. Wie staan er weer een beetje goed op? Beantwoord die vraag eens. Wie heb je? Wie krijg je terug? Wie is nieuw? We krijgen uit de schorsing Shaquille terug, Pinas. En een schorsing tegelijkertijd met Fiunovic, Marco. Dus dat zijn wel de wisselwerkingen die we hebben. Voor de rest zien we natuurlijk ook wel jongens meetrainen, maar die zijn nog niet zo ver. Dus als je praat over Peet bij, je praat over Derre Janmaat. Ja, die zijn nog niet inzetbaar, maar die zijn wel, doen wel groepsgedeeltes mee. Dus dat is wel een goede zaak. Zien we die sowieso nog dit seizoen? Ik hoop het wel. Maar goed, dat is elke keer afwachten. Als ik zie hoe ze vooruit gaan, dan is dat een goed teken. Ja, het liefst had je ze al eerder, maar is dat wel een goed teken. Wie heb je niet? Wie we niet hebben? We kijken nog even naar jongens die wat klachten hebben. Dat kan bijvoorbeeld jongens zijn zoals jonge Savinho. We kijken ook naar hoe het is met onze vriend Ricardo. In het begin toch even apart getraind. Nou, hoe staat hij er nu op? Kies na. Dus dat zijn wel de jongens die we aandacht krijgen.